Nou, ik ben Stan, ik ben 20 jaar, ik studeer humanistiek en ik zit in het tweede jaar. Ergens op een moment googelde van studie persoonlijke groei, was er niet. En toen herinnerde ik me dat een vriendin van mij een tijd eerder heel erg enthousiast aan het vertellen was over humanistiek en over dat het zo erg inging op persoonlijke groei en dat het praktische vakken had. En in eerste instantie, toen ze het aan mij vertelde, had ik er totaal geen aandacht aan gegeven. Maar nadat ik wist dat ik verder wilde met mijn eigen persoonlijke ontwikkeling, toen sprak de opleiding me wel aan. Ik hoop dat ik ooit meedoe aan een grote musicalproductie. En dat is totaal iets anders dan de opleiding. Maar de opleiding is voor mij wel heel erg belangrijk in het vormen van mijn eigen identiteit. En ik heb de UvH daarvoor gekozen omdat dat een plek is waar ik me comfortabel voel. UvH'ers zijn hele gevoelige denkers. Dat is waarom het zo interessant maakt. Het zijn gevoelige denkers. En ik heb nog nergens anders een plek gevonden waar die twee eigenschappen zo radicaal samenkomen. Dat maakt het voor mij zo fijn, omdat gevoelige denkers moeten praten over hun gevoel. En dat leer je hier. En dat is precies wat ik nodig heb.